Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Dag allemaal. Dit is mijn eerste podcast, bedoeld voor jou die nu luistert. Ik ben Martine Hamstra en eens in de twee weken mag ik een les verzorgen aan de Bewustzijnsschool. En mijn les heet Jouw Innerlijke Familie. Wat ik op dit moment jullie wil bieden, is om samen met mij aan de hand van mijn stem te gaan kijken naar een situatie waarin jij getriggerd wordt door het gedrag van die ander en daar dan ook een automatische reactie tegenover zet. Ik wil dat gaan doen door jou in rust die weg zelf te laten bewandelen. Dus dan wil ik je vragen om een fijne plek uit te zoeken in je huis of daar waar je bent, waar jij je rust even kunt vinden. Zoek een plek waar jij even ongestoord zo'n 10 minuten kunt zijn. En misschien vind jij het prettig om een fijn muziekje op de achtergrond te hebben. Misschien vind jij het prettig om dat in volledige rust te doen. Dat is geheel aan jou. Wat fijn voelt, dat is het belangrijkste. Zorg ervoor dat jij je helemaal prettig voelt op die plek waar jij op dat moment bent. En dat kan zijn dat je lekker zit in een stoel. Of dat je lekker in een yoga-stand op de grond op een matje zit. Het kan zijn dat je heerlijk lang uit op de grond ligt of misschien op je bed. Gewoon wat voor jou prettig is. Dat is het allerbelangrijkste. Als je dat plekje hebt gevonden, dan wil ik je uitnodigen om gezamenlijk een aantal keer eerst goed diep adem te halen. De voetjes stevig op de vloer. En als je op je bed ligt, je bewust te worden van je hele lichaam. Dus vanaf je voeten tot aan je kruin. En dan gaan we nu eventjes in ieder geval 4 keer diep ademhalen. In door de neus, in 4 tellen. 1, 2, 3, 4 en dan uit door de mond. 1, 2, 3, 4. En dat doen we nog een keer. In. 1, 2, 3, 4. En uit. 1, 2, 3, 4. Dat doen we nog een keer. In. 1, 2, 3, 4 en uit. 1, 2, 3, 4. In. 1, 2, 3, 4 en uit. 1, 2, 3, 4. Nu je daar zo zit, of dat je daar zo ligt, gaan we eventjes je hele lichaam af. Ontspan je voeten. Ontspan je enkels. Ontspan je onderbenen. Je knieën. Je bovenbenen. Je heupen. Je billen. Je onderrug, je onderbuik, je bovenrug met je schouderbladen, je borstbeen, je borstkas, je schouders, je bovenarmen, je ellebogen, je onderarmen.
je handen, je vingers, je keel, je nek, je hoofd, je hoofdhuid, je gezicht, je mond, je ogen. Nu je zo ontspannen bent, wil ik je daar even de tijd voor geven om daar te blijven. Ga gewoon door met je ademhaling in je eigen tempo. En nu je daar zo zit of ligt op een plek die voor jou heel fijn is, dan wil ik je uitnodigen om eens te gaan kijken, om eens naar die situatie te gaan waarin de ander een bepaald gedrag vertoont. Kijk eens naar het gedrag van die ander en wees je bewust van de reactie wat jouw lichaam geeft op het gedrag van die ander. Voel dat in je lijf. Je hoeft er helemaal niks mee. Je hoeft het alleen maar te voelen. Zonder dat je daar een oordeel over hebt. Voel eens waar in je lijf je die reactie of die weerstand of die prikkel of irritatie die je waarneemt als gevolg op het gedrag van die ander tegenover jou in deze voor jou urgente situatie. Als je dat zo voelt in je lijf, die reactie op het gedrag van die ander, kijk dan eens hoe je daar op zou kunnen reageren, zodat dat gevoel en die weerstand en die prikkel, die boosheid of die irritatie uit je lichaam verdwijnt. Wat zou je op dat moment het liefste willen? Oefen met een nieuwe reactie. Een reactie die rust geeft in je lijf. Die geen weerstand oproept. Wat zou je dan kunnen zeggen? Wat zou je dan kunnen doen? Kijk daar eens naar. Stel jezelf de vraag. Wat is fijn op dit moment? Hoe kan ik hier het beste op reageren? Wat is fijn voor mij? En zie jezelf voor je geestesoog deze reactie geven op dat gedrag van die ander. Die nieuwe reactie die je net zelf aan jezelf gevraagd hebt. En als je deze nieuwe reactie geeft, wat gebeurt er dan in je lichaam? Neem daar eventjes de tijd voor.
als deze nieuwe reactie rust tot gevolg heeft in jouw lijf, in de weerstand weg ebt, dan heb je een goed alternatief gevonden. Als dat nog niet is gelukt, dan vraag ik je om dit nogmaals te proberen. En niet nu meteen, maar een volgende keer. We blijven nu eerst nog eventjes lekker zitten of liggen op die plek waar jij je rust vindt, waar jij je fijn voelt, waar jij veilig bent. Neem nog maar eventjes de tijd om je lichaam te voelen en los te laten wat weerstand gaf. Ga weer eventjes je hele lichaam langs om alle restjes spanning los te laten die zich daar nog bevinden. En als je al die restjes spanning hebt losgelaten, dan vraag ik je om op jouw tempo rustig je ogen te openen en weer terug te komen in het nu, in je huiskamer of in je slaapkamer of misschien wel op het toilet, op kantoor. Het maakt niet uit waar je nu bent. Zet je voetjes stevig op de vloer en schuif even met je voeten heen en weer of stamp even lekker zodat je weer echt terug bent hier. Rek je even lekker uit. En wil ik je danken dat je naar me geluisterd hebt en dat je met me mee bent gegaan in dit verhaal. En als je nog niet bij de alternatieve juiste, het alternatieve gedrag bent, dan vraag ik je om met deze podcast gewoon opnieuw nog een keer te beginnen en het nogmaals te proberen. En ik wens je daar ook heel veel plezier mee met het uitvinden bij jezelf wat de beste manier is. En dan wens ik je voor vandaag of voor vanavond een hele fijne dag en een fijne avond toe. En tot de volgende keer. Dank je wel.